de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij u. Mede namens Plebaan Wagenaar wil ik u begroeten op deze Pinksterzondag vanuit de Sint-Jozef-kathedraal in Groningen, waar we tot vandaag geen reguliere uitzendingen in deze coronatijd, zoals in vele andere parochies wel, maar vandaag zijn we er. En ik wil u allen begroeten die met ons via deze uitzending bent verbonden. En ook begroet ik hier de mensen, het kleine aantal mensen in de kathedraal. Als stadsparochie zijn we OOG-TV erkentelijk voor de mogelijkheid die ze ons vandaag bieden. En we zijn ook dankbaar voor al diegenen die ons dit mogelijk hebben gemaakt. Pasen is het feest van de verrijzenis, het prille begin. De eerste lichtstralen in het donkere en gesloten graf. Pinksteren is het feest waarbij de verrijzenis in het leven van ons vrucht draagt. Pinksteren is het feest van het volle christelijk leven. Laten we proberen te beantwoorden aan de genade van Christus als wij aan het begin van dit feest bidden om vergeving en verzoening. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in het woord en gedachten, in het doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar. Alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Laten we bidden. God, door het mysterie van het feest heiligt gij hele uw kerk onder alle volkeren en talen. Laat de gave van de Heilige Geest overal op aarde neerdalen. Kom met uw geest in het hart van uw gelovigen, zoals u hebt gedaan bij het begin van de verkondiging van het evangelie. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Uit de Handelingen der Apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: maar zijn al die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frygië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Woord van de Heer. Thank you.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, niemand die zegt, Jezus is vervloekt, staat onder de invloed van de geest van God. En niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Bij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest door de doop één enkel lichaam geworden. En allen werden wij gedrenkt met één geest. Woord van de Heer. Thank you.
De Heer zij met u. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Woord van de Heer. De verrijzenis van Christus, het licht dat uit het graf opbloeide, is tot middaghoogte gestegen. Nu verwarmt zij en brengt zij rijpheid en leven. Zomaar een citaat uit een liturgisch commentaar. Een beetje oud, maar het geeft toch wel de zin van het Pinksterfeest weer. De verrijzenis van Christus is tot middaghoogte gestegen, nu verwarmt zij en brengt rijpheid en leven. Met Pasen staat de tuin in bloei, de eerste plantjes schieten de grond uit, bloemen gaan open, met Pinksteren dragen de bloemen ook vrucht. Pinksteren is het feest van de vruchten die uit de verrijzenis voortkomen. Het geloof in Christus draagt vrucht in het leven van de christenen, dat is het werk van de Heilige Geest. Er zijn twee gezangen in onze katholieke traditie die over die vruchten van de geest zingen. Dat is de hymne van de Vespers, Veni Creator Spiritus. We zijn deze Eucharistieviering daar ook mee begonnen. En het andere is Veni Sancte Spiritus, kom o geest des Heren, kom. En die hebben we zojuist voorafgaande aan het evangelie ook gehoord. In beide gezangen staat de werking van de geest centraal. Wat doet de geest in het leven van alle dag? Dat is een vraag. En het antwoord is denk ik: de geest doet gewone dingen. De Heilige Geest sluit aan bij onze menselijke ervaringen. Bij onze geestelijke menselijke ervaringen. Soms schrijven we geest met een hoofdletter. Dan bedoelen we de geest van God. Soms schrijven we geest ook met een kleine letter. En dan bedoelen we onze eigen geest, onze ziel. Het niet-lichamelijke deel van ons. En geest met hoofdletter en geest met kleine letter hebben alles met elkaar te maken. We bidden om de geest van God met zijn geestelijke gaven die onze menselijke geest nodig heeft om te kunnen leven. Het zou kunnen zijn dat er in de afgelopen weken teleurstelling, opstandigheid of boosheid was in de richting van overheid en kerkelijke leiding vanwege de beperkende maatregelen die nodig werden geacht vanwege de corona-epidemie.
Er klonken geluiden dat de kerken meer een beroep hadden moeten doen op hun vrijheid. Wij hopen dat nu langzaam de tij een beetje begint te keren. We hopen dat er geen verbittering achterblijft. En dat het besef overheerst dat alle maatregelen nodig waren om het gevaarlijke virus te bestrijden en gezondheid en veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, te beschermen. Het was niet zomaar een griepje. Het is niet zomaar een griepje. Laat de Geest ons, en dan bidden we met de teksten uit de liederen die we hebben gehoord, laat de Geest ons hart weer zacht maken. Geef dat ons hart van liefde brandt. Maak weer zacht wat is verstard. Maar ook het lichaam heeft kracht nodig. Geef dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft. En met Gij is dan de Heilige Geest bedoeld. Degenen die door het coronavirus zijn getroffen en hersteld, kunnen nog wel een hele tijd last hebben van benauwdheid en vermoeidheid. En door revalidatie zullen zij aan hun herstel moeten werken. En we bidden dan ook dat hun lichaam dat herstel krijgt. Dat het lichaam weer zijn kracht hervindt. Als moderne mensen vinden we het lastig om over geestelijke gaven te spreken. We zijn best wel materialistisch ingesteld. Toch zijn geestelijke gaven in ons leven belangrijk. We vinden het ook moeilijk om over geloofservaringen te spreken. Alsof het zou gaan over bovennatuurlijke zaken of verschijningen. Nee, geloofservaringen zijn ook gewone menselijke ervaringen in het licht van het geloof. Geloofservaringen zijn de ervaringen die ik opdoe als ik in stilte aan het bidden ben en me rustig voel. Geloofservaring is de verandering van levensstijl die ik door de Geest voel ingegeven. Een geloofservaring is het voornemen dat ik maak om mijn gedragingen aan te passen. Dat geestelijke waarden in onze maatschappij niet zo geteld worden, niet zo gezien worden, blijkt ook uit de reactie van de overheid en in de media. Het is toegestaan dat we in groepen van 30 bij elkaar komen en tegelijkertijd roept de overheid, het kabinet, de kerken op om van dat recht toch maar geen gebruik te maken. Een dubbel signaal. Allerlei bedrijven, sportscholen, horecagelegenheden, musea doen een dringend beroep op het kabinet om versoepeling van de maatregelen. En we zien allemaal het economische en culturele belang. Maar het belang van geestelijk en kerkelijk leven wordt onvoldoende gezien. Als bisschop zou ik het op dit moment niet meer kunnen verantwoorden om vrijwillig geen gebruik te maken van het recht dat we met ingang van morgen, tweede Pinksterdag 1 juni, hebben om met 30 personen te vieren. Het betekent dat de bisschoppen ook protocollen hebben opgesteld die behoorlijk ingrijpend zijn. We hebben een groot probleem als via godsdienstige vieringen het coronavirus zich zou verspreiden en later zou blijken dat we ons niet aan de richtlijnen hebben gehouden. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. God trekt zich weer in zijn onzichtbaarheid terug. De periode dat God zichtbaar onder ons bleef, is de periode dat Jezus onder ons was. En dat heeft geduurd tot aan de dag van hemelvaart. Die ene mens is in de Geest nog steeds bij ons. Hij deelt ons zijn geestelijke gaven mee, waarmee wij christen kunnen zijn in deze tijd.
We spreken op dit hoogfeest onze geloofsbelijdenis uit. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit de grond, licht uit het licht, ware God uit de ware God, geboren in Christus samen, één in wezen met de Vader en door die alles in het samen. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de Schriften. Hij is opgevaren in de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levende en doden, en aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven heeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon. Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de Heere Heilige Katholieke en Apostolische Kerk. Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komende rijk. Amen. Laten wij in onze gebeden voorleggen wat de Geest ons ingeeft. Bidden wij voor de kerk, in het bijzonder voor de kerk in Europa, dat zij geleid door Gods Geest en met onze inzet tot nieuwe bloei mag komen. Laat ons bidden. Dat in deze crisis velen tot nadenken komen over de zin van het leven en dat zij de weg naar Christus vinden. Laat ons bidden. Bidden wij voor onze gezinnen, dat ouders met hun kinderen het geloof beleven als een kostbaar gegeven dat een diepe zin aan het leven geeft. Laat ons bidden. Bidden wij voor alle zieken dat zij mogen genezen en bidden wij voor alle overledenen dat zij in God geborgen mogen zijn. Laat ons bidden. Bidden wij voor de intenties van deze heilige mis. Yvonne Kessels Snijders, Johannes Johan Josephus Kleine, Jan en Lieneke ten Voorde, Minnie ten Voorde, Manisa Makaré, Moor Huiteng, voor Ismet Isai Sainovic, dat zijn ziel naar het licht komt. Zielerust voor Riet Kroon Kams. Voor Justine Huisman en Reginio Hanning, die voornemens zijn een christelijk huwelijk aan te gaan. En bidden wij ook voor de intenties die staan opgeschreven in het voorbedenboek. En bidden wij een moment in stilte voor onze eigen intenties. Laat ons bidden. Goede God, de Geest verzucht in ons en brengt gebeden naar boven en laat ons zien waar de noden in de kerk en de wereld heden ten dagen zijn. We bidden op inspiratie van de Geest tot uw Vader, door Christus onze Heer. Amen.
De offergaven worden nu naar het altaar gebracht. Altijd het moment om uw gaven daarbij te voegen in de collecte. Wat lastig nu, maar er is altijd een weg voor wie wil. Via de website van de parochie, de Sint-Martinus-parochie, vindt u de rekeningnummers waarop u uw gaven kunt storten. Waarvoor bij voorbaat dank. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u dat de belofte van uw Zoon vervuld mag worden. Laat de Heilige Geest ons het geheim van dit offer beter doen kennen en ons tot de volle waarheid brengen. Door Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. We zijn onze hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon uw kinderen zijn geworden, hebt gij op deze dag de Heilige Geest geschonken en het paasmysterie voltooid. Hij was met uw kerk op het eerste Pinksterfeest. Alle volken heeft hij de ware God doen kennen. Alle talen heeft hij één gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof. Vreugde op het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit liet toejuichen zonder einde.
Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, en wij smeken u, door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen. Deze gave hier die wij u aanbieden, dat ge zult heiligen dit brood en deze beker. Opdat zij ten goede komen aan heel de kerk die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, en wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, paus Franciscus, met mij uw onwaardige dienaar. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die toebehoren en van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof, gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen, van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij, bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtige levende God. Wij danken u dat gij op deze dag tongen van vuur gegeven hebt aan uw apostelen. Dat gij uw Heilige Geest gezonden hebt. En wij smeken u samen met Maria, altijd maagd, die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus en Paulus, Andreas en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar wij op gaan, wees onze kracht. Neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met alle die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons, voer ons van dag tot dag naar uw vrede. Dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker, bekrachtig en voltooi en zegen deze gave, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken. Kondigen wij het mysterie van het geloof. Denken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij ons zelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals gij in genade hebt aanvaard, het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engelmachtige God om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel
en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed van u gezegend zullen zijn vol van genade. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof, dat zij en alle die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, omdat wij mogen delen in hun geluk door Jezus Christus, onze Heer. In hem hebt gij al wat bestaat geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Zalig die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Yeah.
gebed bij de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden. Amen. Laten we bidden. God, Gij schenkt in uw kerk gaven uit de hemel. Bewaar in haar de genade die Gij gegeven hebt. Geef dat de Heilige Geest, die over ons is gekomen, zich steeds sterker in ons doet gevoelen. En laat dit geestelijk voedsel ons ten goede komen, bij onze vooruitgang op de weg der verlossing. Door Christus onze Heer. Amen. Pinksteren is de voltooiing van Pasen. De paastijd sluiten wij nu af. Daarom wordt dadelijk na de zegen door de bisschop de paaskaars gedoofd. Die wordt vanmiddag naar de doopkapel overgebracht, waar hij brandt bij doopvieringen. Dan mag ik u op deze Pinksterochtend, deze Pinksterzondag, een hele fijne en mooie dag toewensen. En u ook weer opnieuw toewensen dat u de weg naar de kerk langzaamaan kunt vinden. En we weten dat het nog maar in beperkte groepen kan, dus het zal best erg wennen zijn voor degenen die misschien denken, ik blijf nog even thuis en ik wacht het even af. Maar ook voor degenen die zich wel melden en wel zorgen dat ze een plekje hebben in de kerk. En die dan een klein beetje om zich heen zullen kijken. Ik mis die en ik mis die. En we zitten natuurlijk toch met veel minder mensen dan anders. We zullen ons er wel doorheen slaan in deze komende periode. En we weten waarom we het ook doen en ook moeten doen op deze wijze. Ik wens u allen goeds op deze mooie en fijne zondag. De Heer zij met u. En met uw geest. De naam des Heren zij gezegend. Van uw hoofd tot in uw eeuwigheid. Onze hulp is in de naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Zegen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat in vrede heen. Halleluja. Halleluja.